Connie Witteman heeft na de valse comeback optredens van Gordon genadeloos uitgehaald naar de ex-zanger. Op Instagram stories liet ze geen spaan heel van zijn optredens en sprak ze zich uit over zijn stem die volgens haar bij zijn karakter paste. Nu Gordon vroegtijdig uit de publiciteit is verdwenen, geeft Connie haar visie, eigenlijk ben ik er niet nieuwsgierig naar omdat ik het toch heel triest vind om iemand zo te moeten zien wegzakken. Connie beschrijft Gordon als iemand die vroeger gezellig was en met wie je kon lachen, iemand met een prachtige stem. Ze erkent dat er niet veel meer over is van die stem en betreurt dat hij de laatste jaren negatieve uitspraken doet. Volgens Connie had Gordon vroeger de kracht om mensen emotioneel te raken met zijn zang, maar nu lijkt dat verloren te zijn gegaan. De relatie tussen Connie en Gordon kende een dieptepunt in 2013, toen Gordon haar in een telefoongesprek beledigde nadat ze had afgezegd voor een benefietshow die hij presenteerde. Connie nam het gesprek op en bracht het naar buiten, onthullend hoe grof Gordon haar had bejegend. Ze legt uit dat ze gesprekken altijd opneemt voor veiligheidsredenen en dat ze vond dat mensen moesten weten hoe hij tegen anderen tekeer ging. Connie voelt de pijn van de beledigingen diep, vooral omdat haar moeder en zusje aan scheldpartijen zijn overleden. De vraag van Gordon, door het openbaar maken van Connie's telefoonnummer tijdens een live-uitzending, dwong haar haar telefoonnummer te wijzigen. Vervolgens besloot ze hem voor de rechter te dagen, met de uitspraak, is fighting with the wrong girl. De veten tussen Connie en Gordon lijkt diep te gaan, met pijnlijke herinneringen aan beledigingen en wederzijdse wraakacties.